Het is somber gesteld met de gymlessen op Zeeuwse basisscholen. Het is dinsdag 3 november. Dit is Zeeland Nu. Echte gymleraren op één hand te tellen. Zeeland, de armste provincie van het land. En Douw wil nieuw gebouw niet gebruiken. Dag, dames en heren. Het gaat niet goed met de gymnastieklessen op Zeeuwse basisscholen. Slechts 28% van de scholen zet vakdocenten lichamelijke opvoeding in. Alleen in Limburg is dat percentage lager. De Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding maakt zich zorgen over de situatie in onze provincie. Als kinderen motorische achterstanden oplopen, dan hou je daar je leven last van. En vroeg geleerd is oud gedaan. Dus volgens mij is het echt van belang dat we moeten zorgen dat kinderen zo vroeg mogelijk al les kunnen krijgen van vakleerkrachten. Op veel Zeeuwse basisscholen geeft de juf of meester de gymles. Maar volgens Klaassen is het veel beter als er een vakdocent voor de klas staat. Nou, de vakdocent gym die kan zich volledig richten op de gymlessen uiteraard. Die kan ook goed vroegtijdig signaleren of er motorische achterstanden zijn. En die heeft natuurlijk gemakkelijk contact met de gemeente of omliggende sportverenigingen. En die kan op die manier ook een verbindende functie vervullen om samen te gaan werken tussen scholen. Volgens vakdocent Kim Kloet zijn de gymleraren een belangrijke aanvulling voor de ontwikkeling van een basisschoolkind. Ja, ik denk dat pabo-leraren zijn vooral geschoold om theorie te geven aan het basisschoolkind in de klas, de theorie. En wij zijn echt speciaal geschoold om sportles te geven in een gymzaal en juist de motorische ontwikkeling van het kind te ontwikkelen. En dat is het verschil. Ja, de scholen in Zeeland worden steeds kleiner en daarom zien we steeds minder vakdocenten gym. Bij ongeveer 1 op de 3 Zeeuwse basisscholen is er nog wel zo'n vakdocent. Bijvoorbeeld bij basisschool De Molenhoek in Capelle. Hoe belangrijk is het dat een vakleerkracht deze gymles verzorgt? Wij vinden het heel belangrijk dat de kinderen goede gymles hebben. Dat ze het leuk hebben. Dat ze in aanraking komen met veel sporten. En want dat is eigenlijk ons doel, dat ze sport leuk gaan vinden. Ben je er klaar voor? 3, 2, 1, go! Yay. En ik denk dat een vakleerkracht dat het beste kan doen. Omdat hij 4 jaar lang de sporthogeschool heeft gedaan. Dat hij de meeste kennis heeft en expertise van sporten. Bij basisschool De Molenhoek in Capelle staat er wel een vakleerkracht voor de groep. Ivo Flipsen verzorgt op dinsdag en vrijdag de vaste gymlessen. Helemaal door je knieën of door je benen kijken, door je benen kijken, door je benen kijken. Binnen omhoog. Ja, hey. Oh ja, zo moest het, hè? Zeker in deze tijd van toch wat bewegingsarmoede en allerlei accenten die met overgewicht te maken hebben, vinden wij een goede aanbieding van LO heel erg van belang. En dan moet je proberen goed je balans te houden, laat je voorzichtig los en dan glij je vanzelf naar beneden, tot je bij het einde bent en dan spring je eraf. Het is toch heel belangrijk om goed te weten waar je het over hebt bij de gym. Hè. Zeker bij turnonderdelen, dat je goed kan vangen en je goede aanwijzingen kan geven. En dan kan je hem zo rondgooien, zie je dat? Of zo. Of misschien probeer je een hele ronde, zie je dat? Ik snap dat het in een tijd van krimp natuurlijk heel erg moeilijk is om nog extra leerkrachten aan te trekken om dat vak juist te geven. Maar het zou wel kunnen. En ik denk ook dat het goed is dat er per school een gespecialiseerde docent is die het vak LO op een hele goede en intensieve manier kan geven. Plezier staat voorop bij basisschool De Molenhoek. En dat zit bij de les van meester Ivo wel goed. Zeeland is met 139 miljoen euro aan eigen vermogen de armste provincie van Nederland. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Gelderland is het rijkst met ruim 4,7 miljard. De verschillen zijn zo groot doordat een aantal provincies veel geld kreeg na de verkoop van de energiebedrijven Essent en Nuon. Zeeland was daar geen aandeelhouder van. In verhouding tot het inwonertal is Zeeland niet de armste provincie van Nederland. Dan staat onze provincie op de 4e plaats van onderen met een eigen vermogen van 366 euro per inwoner. Nog steeds ver onder het Nederlandse gemiddelde. Joyce Vermuy uit Schoondijken blijft tot de volgende verkiezingen lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Dat komt doordat PvdA-kamerlid Martijn van Dam nu staatssecretaris wordt voor Economische Zaken. En daardoor kan Joyce Vermuy langer in de Tweede Kamer blijven. De 30-jarige Vermuy zou in eerste instantie maar 4 maanden Kamerlid zijn. Ze verving een ander Kamerlid die met zwangerschapsverlof ging. Interskaldes in Kruiningen hoort bij de 3 beste restaurants in de Gome Jochits voor 2016.
Samen met de Libreien in Zwolle en de Leest in Vaassen haalde het twee-sterrenrestaurant het hoogste aantal punten. Ook nog een tegenvaller voor het restaurant, want de 25-jarige gastheer van Interscaldes, Bono van Velen, greep weer naast de titel van talentvol gastheer. Restaurant Spertus in Breskes is bestempeld als veelbelovend. Volgens de gids maakt het restaurant een positieve ontwikkeling door, die zich volgend jaar wellicht vertaalt in een hogere beoordeling. De 17-jarige filmmaker Jade van der Moeren uit Goes heeft met de korte film Where We Belong de Gouden Zeester gewonnen. Het is de prijs van de filmcompetitie Filmstars van Stichting SAVAK. De film gaat over een onzeker meisje van 18 jaar dat op zoek is naar zichzelf omdat ze niet weet waar ze terecht komt in de toekomst. Ik ken mijn vader niet. Het enige wat ik van hem heb is een foto. Wanneer Jade haar VWO-diploma heeft, wil ze naar de Filmacademie. Koning Willem-Alexander opent morgen het nieuwe veiligheidscentrum van Douwe. Het centrum is het kloppend hart van het enorme fabrieksterrein als er een incident is. Zolang er niets aan de hand is, is het centrum onbemand. Dit is Wouter Julsing tijdens een oefening in het nieuwe noodcentrum. Julsing is verantwoordelijk voor de veiligheid bij Douwe en is trots op het nieuwe centrum. Hij weet dan ook precies wat hij de koning mee zou willen geven. Nou, ik denk dat het echt heel erg interessant is dat we hier een heel mooi centrum hebben gekregen. Dat het heel goed functioneert. We hebben een aantal oefeningen gedaan, helaas een paar kleine reële situaties. En ik denk dat het goed is dat hij weet dat we hier voorbereid zijn op incidenten. Dat we de incidenten ook aan kunnen als die eventueel zouden plaatsvinden. Dat we zo snel als mogelijk een veilige situatie terug kunnen creëren. Hoek van de derde straat, hebben we daar weg. En zijn er slachtoffers? Ja, er is sprake van één slachtoffer. Is het attentiesignaal gegeven? Het veiligheidscentrum is al een paar maanden in gebruik. Gelukkig alleen nog maar voor oefening en kleine incidenten. Het vorige was nodig aan vervanging toe. Het werd te klein en ook de installatie, de tools die wij gebruiken, die waren sterk verouderd. Een heleboel waren al uitgevallen. Deden het niet meer. En ja, je kan je voorstellen, bij een noodsituatie, dan moet alles perfect werken. Hier volgt een bericht van de bedrijfsbewaking. In verband met een lekkage. Het centrum is niet alleen bereikbaar voor het fabrieksterrein in Terneuzen, maar wordt ook ingezet bij incidenten van Douwe in Europa, het Midden-Oosten of in Afrika. Nou, als er een transportincident gebeurt, bijvoorbeeld een tankauto heeft een ongeluk gehad, is gekanteld, daar komt product uit, dan worden wij gebeld hier zo. Niet de plaatselijke brandweer? In eerste instantie zullen zij altijd de plaatselijke 112 bellen, zomaar zeggen. En die gaan de directe hulp bieden. Maar ja, ze zullen ook informatie moeten hebben van de producten die erin zitten. Hoe dat eventueel op te ruimen, wat voor gevaren zijn er aan voor omstanders. Eventueel voor de brandweer die daar hulp geeft. Laten we hopen dat dit centrum voorlopig niet gebruikt wordt. Het is onze doelstelling om het eigenlijk niet te gebruiken. Alleen voor oefeningen, dat we altijd voorbereid zijn. Maar laten we hopen, en daar doen we alles aan, om te voorkomen dat het daadwerkelijk eens een keer gebruikt moet worden. Bedrijven zien steeds meer het nut in van netwerkbijeenkomsten. Het valt al te zien aan het toenemend aantal deelnemers aan de netwerkbeurs Contacta in Goes. En wie verder kijkt, ziet dat vooral kleine bedrijven baat hebben bij het ontmoeten van andere ondernemers. Oké, goedemorgen allemaal. Mijn naam is Kelny Andreas. Ik ben personal trainer, zelfstandig personal trainer. Het is een moment om jezelf als ondernemer op de kaart te zetten bij collega's. Zoals bij netwerkclub Zo. Maandelijks komen ondernemers uit verschillende hoeken bij elkaar in Middelburg of zoals hier in Goes. Ik begeleid motorrijders in het Alpengebied, voornamelijk Oostenrijk, Slovenië en Italië. Ik ben zelfstandig reisagent en ik zorg ervoor dat iedereen een leuke vakantie kan hebben. Ik ben van RGR Financial Services en ik hou me bezig met administratief automatisering. Deze netwerkclub bestaat nu een jaar. Ze hopen iets voor elkaar te kunnen betekenen, want werk betekent geld. Dus er wordt onderling contact gelegd en mekaars netwerk wordt zeg maar gebruikt om echt business te genereren. Zeeland telt meer dan 16.000 bedrijven. Vooral in de bouw, horeca, handel en dienstverlening. Het merendeel is klein, met minder dan 10 werknemers.
En ondanks toenemend gebruik van internet en social media heeft juist de kleine ondernemer baat bij dit soort bijeenkomsten. Oog in oog in contact staan met de mensen, dat zegt veel meer als een advertentie in een blaadje. Hoeveel van uw omzet komt hier vandaan? 40%. Dat is fors. Dat is behoorlijk, ja. Is niet voor iedereen de kip met de gouden eieren? Nee, dat is niet zo. Maar goed, ik vind het wel belangrijk om naamsbekendheid te geven. Komt de klant nu niet, dan komt hij misschien over een half jaar. Ja, op de netwerkbeurs van Zeeland, De Contact, daar staat verslaggever Anouk de Gardijn. Anouk, elkaar in de ogen kijken, dat is toch belangrijk. Maar is dat anders dan pakweg 10 jaar geleden? Ja, kijk, bij zaken doen speelde vertrouwen natuurlijk altijd al een belangrijke rol. Maar er lijkt wel sprake te zijn van een verschuiving. Bijvoorbeeld als het gaat om het benaderen van klanten. Bedrijven deden en doen dat vaak met zogenoemde koude acquisitie. Mensen opbellen en zonder dat je ze kent. En dat soort methoden lijken steeds minder effectief te zijn. Dus ja, moeten bedrijven het over een andere boeg gooien. Ja, hoe komt dat nou dat die telefoontjes minder effectief zijn geworden? Nou, een voorbeeld waar we ons misschien allemaal wel iets bij kunnen voorstellen is wanneer je bijvoorbeeld gevraagd wordt om geld te geven aan een goed doel. Dat zal je sneller doen op het moment dat er iemand voor de deur staat met een collectebus dan wanneer je daarover gebeld wordt. He, want je kunt die iemand aankijken en ja, dan speelt de gunfactor een rol. En dat steeds belangrijker wordt, dat merken ze bijvoorbeeld ook bij een schoonmaakbedrijf in Seerarendskerken. Ik wist eigenlijk tot een paar jaar geleden helemaal niet wat netwerken was en hoe dat precies ging. Het was voor mij ook één grote ontdekkingstocht en nog steeds. Het schoonmaakbedrijf van Femke de Keijzer zag het klantenbestand krimpen. Telefonische verkoop zette geen zoden aan de dijk en dus moest het anders. Het gaan naar netwerkbijeenkomsten leverde binnen een jaar 20% meer werk op. Toen bleek dus inderdaad dat wij weer meer contacten kregen met bedrijven. En dat we daar ook daadwerkelijk weer op visite konden komen of offertes konden neerleggen. En ook uiteindelijk weer zaken konden doen. Zaken onder meer met dit heftruckbedrijf in Nieuwdorp. Niet alleen lapt het schoonmaakbedrijf onder meer daar de ramen. Het is nu ook klant bij de Vijter. Het koopt daar zijn boenmachines. Ik vind het veel leuker dat wij een bedrijf uit de regio hebben. Wat ook eventueel als klant bij ons kan werken in plaats van een leverancier zijn. De wat kleinere bedrijven die niet heel groot adverteren, die kom je op zulke netwerkbijeenkomsten tegen. En je komt een persoon tegen. Het is niet een telefoonnummer wat je tegenkomt op internet zoals bij de grotere bedrijven. De vertrouwensband die je moet hebben omdat ze na werktijd bijvoorbeeld komen. De mensen ken je. Ik vind het wel belangrijk dat correcte mensen zijn en een goed bedrijf is. Het gunnen is wel ook weer iets persoonlijks. Maar dat is wel de start natuurlijk van een samenwerkingsverband. Anouk, de beurs is net geopend door gedeputeerde Johannes de Bat. Wat kunnen we allemaal verwachten? Nou, in totaal staan er hier 350 bedrijven met een stand. Hoofddoel is dan ook netwerken met de bezoekers en met elkaar. Maar er is ook een programma met lezingen. En op dat programma staan onder andere oud-minister Jan Kees de Jager en zakenvrouw van het jaar, de Zeeuwse Danny Hollestellen. Oké, dankjewel, Anouk. Ja, na deze uitzending kunt u nog meer zien over De Contacta. Onder meer gesprekken met bedrijven en een interview met die zakenvrouw van het jaar, Danny Hollestellen. Vandaag was het niet zo zonnig zoals de afgelopen dagen. Deze foto is vanochtend genomen bij Vlissingen-Oost. En voor deze mensen was het mooi visweer. Vanavond en vannacht is er ook nog bewolking en koelt het af naar 9 graden. Morgen is het bewolkt en tot de namiddag droog. Er waait een matige en op zee vrij krachtige tot krachtige zuidwind. Het wordt zo'n 15 graden. Nou, dat was Zeeland nu voor vandaag. Zometeen dus een speciale uitzending over De Contacta. Dat met Dagmar Vadegon. Nog een hele mooie avond. Dag.